Nee, dat zeg ik allemaal. Is het goed of is het slecht? Eerlijk. Hier vraagt hij de bal aan Lasse. Zei hij, als ik hem mag nemen, dan koop ik voor jou een hamburger. Pick me up, pick me up, hold me down, hold me down, hold me down. Pick me up. Yeah. Ik moet vandaag gaan presteren en ik moet bij het gezicht van Ajax zijn. Daar gaan we nu naartoe. Gezicht van Ajax TV, hè? Gezicht van Ajax is ook weer een beetje overdreven, maar... Oké. Okay. Dan gaat je eerste fout al, als presentator. We gaan naar de studio, want Ajax TV kick-off. Ben je wel eens te gast geweest? Ja. Dus daar gaan we nu naartoe. En dan mag jij gaan presenteren. Top. Yes? Ja, ik heb wel zin in. Oh, nu al lachen, Justin? Kijk eens wie we tegenkomen. Appie gaat Ajax TV kick-off presenteren. Kick-off? Ja. Doe je best, vriend. Nieuwe presentator. Wat ga jij doen dan? Ik ga een interview. Heb je een interview? Ja. Oké, okay. Vergeet me niet. Het volgende moment, wat de mensen dus gaan zien, dan zijn we dus helemaal professioneel en zijn we begonnen. Dus wil je jezelf nog aankondigen met je uitzending van Ajax TV Kick-Off? Nee, ik hoef mezelf... ze kunnen alleen maar even doorvertellen aan iedereen dat ik er ben geweest. Zodat we wat meer kijkers krijgen. Ja, en dat er een nieuwe presentator is. Dat voelt me toch wel een beetje speciaal. Ja. Snap je? Dan begrijpen ze dat ik het goed heb gedaan en jij het beter kan doen. Ja, oké. Okay. Nou, let's go. Daar komt hij. Appie als presentator van Ajax TV Kick-Off. Ja, mag ik? Sorry. Ik wou net beginnen. Oh ja, even rechter. Ik ben Ablak Nouri en je kijkt vandaag naar een speciale uitzending van Ajax TV Kick-Off. Super is dat goed, goed of hè? Klasse, ja. Volgens mij is het helemaal fout, hè? Nee, gaat echt goed, het is echt goud. Hoe kom je eigenlijk aan die vragen? Want ze slaan eigenlijk vaak nergens op. Nou, super. Thanks, lief. Bedankt voor het kijken en tot snel. Echt goed, man. Of tot volgende week, moest ik zeggen. Volgende week is ook snel. Oké, maar stel dat ik een keertje niet kan, hè? Kan ik jou dan bellen als vervanger? Meteen. Ja? Meteen, ja. Okay, ik doe het vrijwillig, met plezier. En ik denk dat ik de echte antwoorden uit de mensen kan halen die jullie te horen willen krijgen. Ik denk dat het mij wel lukt, zoals het haar niet lukt. Hey, yeah. Hey, hoezo? Hoezo deze sneer dan? Nee, maar jij zou geen standaard interviewtjes Nee. Doen. Standaard interviewtjes, nee. Daar hoef je me niet voor op te bellen. Ik heb me even snel omgekleed, nu mag het echte werk beginnen. Ik mag gaan spelen interviewen en het is niet zomaar een speler. Ik is onze echte aanvoeter, Davy Klaassen. Ja, dat wordt eens wat. Dit is altijd toch? Test 1, 2, 3. Nou, we zijn op de toekomst hier met Davy Klaassen. Om gelijk te beginnen ben ik wel benieuwd naar hoe voel je je om een van de topscorers van Ajax te mogen zijn? Ja, wel goed moet ik zeggen, ja. Ja, ik kan het even wat langer. Sorry? Even wat langer. Ja. Ja, heel goed. Ja? En even wat anders. De sfeer in de kleedkamer, weet je, van buitenaf zijn we toch wel benieuwd naar hoe de sfeer in de kleedkamer is. Vind je de mix gezellig tussen de oudere en de jongere jongens? Of vind je dat de jongere jongens zoals Nouri, Frenkie, Kenny, Jairo en zo, dat die een beetje te druk zijn en te speels? Wat vind je? Even je mening. Nee, ze zijn wel druk, maar ik denk dat iedereen wel op een bepaalde manier druk is bij ons. En, ja, ik zie dat jij ook af en toe met je broer boer bent. Ja. Toch? Vrienden toch? Ja. Diederik Boer is het is een van mijn bro's geworden. We hebben samen de reis moeten maken naar Venlo. En we hebben samen naar Boef zitten luisteren. Ja. En ik vond het wel geweldig hoor. Wat heb je meegekregen van? Ja, hij zei inderdaad dat hij... Ik heb mijn bro Appie heb ik Boef geluisterd. Dat is toch leuk, ja. Oké, maar wat me is opgevallen altijd bij het scoren. Dan, ik weet niet, zo'n explosie of zo komt er bij je los. Maar ik zie nooit echt een dans of iets. Dat kan ik echt niet, man. Dat weet jij zelf ook. Ja, ik weet het zelf ook, maar dit zitten de mensen niet. Dus was toch mooi als je jezelf een beetje voor schut kan zitten. Als je even gaat dansen. Nee, van niet doen. Oké. Zoals je weet heb ik een dagje meegelopen bij Ajax Media. Ja, wat vind je ervan? Ik wil even je mening. Heb ik het goed gedaan? Ben je er trots op? Of was het lachen? Of zeg je, ach, hou eens even op, man. Ja, ik vond het leuk. Ik heb wel gehoord dat,
dat de mensen bij Ajax TV minder blij met je waren. Je was een beetje druk en een beetje vervelend, maar nee, ik vond het leuk om te zien. Ja, heeft goed gedaan. Leuke vragen en ja, misschien voor later iets. Ja, ja. Ik hoop het eigenlijk niet, maar ik denk als ik geen stappen zal gaan maken, dan is het toch wel misschien wel wat. Want ik denk dat ik toch wel een vervelende en irritante interviewer zal zijn. Hé, hey, top man. Hey. Gaan we eens goed, hè? Nou, alles zit erop. Ik ben klaar. En ja, mijn stagedag bij Ajax Media is goed verlopen. Ik heb ervan genoten. En wie weet zal ik het een keer weer doen. Ik heb het naar mijn zin gehad. Gezellige mensen ook. Dus mijn complimenten ook naar hun. En ja, een beetje lachen, een beetje dollen. En nu weer de focus. Wie is je leukste gast eigenlijk die je tot nu toe hebt gehad? Wat is die hoes? Moet ik niet zeggen? Abdelak Nouri? Ja, misschien.